ja, weet je wel, weer een bevestiging van hoeveel dieren kunnen betekenen in de manier waarop mensen naar zichzelf kijken eerst naar zichzelf, maar dan naar hun rol in de communicatie met anderen, zowel mensen als dieren. Ik heb op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen opleiding gedaan, dieren in de zorg. Omdat ik van, ja, eigenlijk al gewoon altijd al gevoeld heb, of gezien heb, gemerkt heb, hoe dieren, wat voor invloed dieren hebben op gewoon het, ja, het welzijn. Klinkt zo hoogdravend, maar op hoe mensen in hun vel zitten. En toen ik hoorde van die opleiding, had ik zoiets, als die opleiding staat, wil ik hem doen. En ja, ik ben dat nu gewoon, hè, met zo'n cursus als hier, probeer ik toch gewoon steeds meer dat uit te breiden. En daar straks mijn brood mee te kunnen verdienen. De paarden zijn onze grootste spiegel geweest vandaag. Maar toch ook, het is een groepsproces. Je spiegelt ook elkaar. En je kijkt ook weer eventjes naar hoe zit ik zelf in zo'n groep. Hoe reageer ik op welke soort mensen. Dat vind ik dat de mooie bijkomstigheid bij je. Je komt hier voor het paardencoachen. Het gespiegeld worden door een paard. Maar daar zit toch de bijkomstigheid bij. Ja, om mensen kan je nou eenmaal niet heen. En dat krijg je dan ook nog weer eventjes. Krijg je er ook even bij. Twee voor de prijs van één. Ha ha.